Muziek in de jaren 70. Je hoorde Earth, Wind and Fire op RN7 en de Boogie Wonderland. Wat een lekkere plaat is dat, zeg. En ik heb die plaat ongelooflijk veel gedraaid toen ik nog in de discotheek stond. En hij is binnen, mensen. Goedemorgen. 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 Ja, niet alleen hij. Kijk, nu ben je op tv, hè? Oh, lekker. Nu ben je op tv. Tenminste, degene die praat. Kijk, ben ik er weer. Schrikkende mensen en dan... En weet je wat het ook nog is? Rogier is binnen, die zegt, ja, wat wil je? Staan of zitten? Hij zegt, nou, ik ga wel staan, dat vind ik lekker. En dat betekent ook dat ik moet gaan staan. Weet je dat dat ongelooflijk moeilijk is voor mij, Rogier? Is dat zo? Hoezo dan? Ja, jongen, ik ben al oud en versleten bijna. Ja, je bent zo oud als je je voelt, toch? Ja, dat klopt. Ik voel me nu 75. Ja, nou, wij staan 's ochtends al op, dan voelen we ons 80. En naarmate de dag voordat worden we steeds jonger. Dus is dat zo? Ja, zeker. Ja, dat is gewoon lekker. Hé, hey, wie heb je allemaal bij je? Want jij bent niet alleen. Nee, ik ben zeker niet alleen. Want weet je, ik heb het voorrecht om prins te mogen zijn. Maar dat doe ik zeker niet alleen, want ik kan het niet alleen. En ja, dan begin ik toch even bij deze prachtige dames. Ik heb Donna en Phyllis heb ik bij me. Dat zijn mijn hofdames. Ik heb aan de overkant heb ik staan... even kijken, hoe heet ik weer? Oh ja, Geert-Jan. Dankjewel. Het begint nou al. Ja, nee, en een ex-prins. Ik heb twee ex-prinsen bij me. Jazeker. En de man met de andere veren op zijn hoofd. Dat is onze Wilger. Ook een ex-prins heb ik meegenomen. Normaal gesproken zou Mark er ook bij zijn. Alleen helaas, zijn dochter was ziek. Dus Sophie, als je te kijken, beterschap meisje. Dus Mark is er even niet bij. Maar okay. Wilga neemt even de honneurs waar. Hey, wat doen hofdames in jouw... heet dat kabinet? Jazeker. Jazeker. Wat is de rol van de hofdames? Misschien mogen ze, kunnen ze dat zelf vertellen. Ja, nou, zeker, dames. Wie durft het te praten, is dan de vraag. Daar overval je me wel een beetje mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, wat doen de hofdames nu in deze? Nou, vooral hopen we de feestvreugde te vergroten. Maar daarnaast hebben we wel serieuze taken. En dat is vooral Rogier helpen op het moment dat hij bij de officiële plechtigheden... onderscheidingen gaat uitreiken, cadeautjes uitreiken. Oké. Okay. Dan hebben wij de serieuze taak om iemands steek af te nemen, zodat Rogier zijn werk kan doen. Oké. Okay. Hey, en dan zijn jullie heel zwaar behangen met... Zijn dat allemaal onderscheidingen die je gaat uitdelen? Of heb je die gekregen ooit een keer? Deze hebben wij inmiddels al mogen verkrijgen. Dus wij hebben de eer gehad om onderscheidingen te krijgen van andere kabinetten. Oké. Okay. Hey, en de heren? Welke rol hebben die heren? De heren zijn normaal van de beveiliging voor de dames. Alleen, wij pretenderen geen standaard kabinet te zijn. Dus als wij willen gaan plassen, dan gaan de dames mee. En andersom. Wacht even. Dit moeten we eruit knippen. Alleen, dat kan niet. En de dames, nee, zonder gekheid. Wij zorgen dat alles tot in de puntjes geregeld is. Wij beheren de agenda. Rogier heeft toch wel... wil niet al te veel missen, dus is meestal als laatste in een kroeg of in een café te vinden. Dus wij beheren een beetje de agenda. Dus moeten we om 11 uur ergens anders zijn, dan zeggen we een kwart voor de vroeg hier. Ja. Nou, dat duurt nog 20 minuten en dan gaan we toch alweer naar de volgende. En dat betekent dat jullie geen alcohol drinken? Want wij, nou, in de voorbereiding rijden we meestal zelf. Straks hebben we ook hofchauffeurs, dus dan... We nemen het uiteraard voor je mee. Ja. We hebben onze eigen opkikker, dus daar komt maar goed. Ja. Hey, Rogier, ik ga even terug naar Rogier. Je werd van de zomer, denk ik, benaderd om prins te worden. Hoe voelt dat dan? Nou ja, weet je... De overvallen? Ik heb het voorrecht gehad om een keer eerder bij je te staan als zijnde een van de mensen van de Jantina's. En ik sta al wat jaren op het podium. Ik ben niet snel op mijn mondje gevallen. Nee, ik heb meestal mijn woordje wel klaar. Maar ik zat in de auto en Wilger die belde mij en die vroeg aan mij van of ik met de bekendmaking van de nieuwe prins van Lent, of ik daar wilde optreden met een stel vrienden. En ik zei, ja, tuurlijk, dat kan, jongen. Hartstikke leuk. Hoe laat dan? Ja, 9:15. En ik zei, hoe lang? Ja, 30 minuten. En dan doe je daarna die witte majo aan. Die witte majo aan, zeg je dan? Ik zei, waar zet je me nou dan? Ik zei, zet je me nou in de boot te nemen, vriend? Nou ja, weet je, Wilger en ik kennen elkaar al best wel lang. En we hebben het er wel eens eerder over gehad. En dan word je gevraagd. En ja, dat is gewoon een hele grote eer als carnavalist. Weet je, je staat overal om de feestvreugde te vergroten. Ik kan wel zeggen dat ik 30 jaar in Nijmegen carnaval heb gevierd. Maar ik woon al 11 jaar. En welk weer 11? Alles is met 11. Ja. Ik woon al 11 jaar in Lent. Dus ik ben gewoon een echte Lentenaar. Moest je erover nadenken om ja te zeggen? Nou, ik niet. Maar ik moest er wel even met de thuisgrond overleggen. Ja. Dus nee. En toen kwam ik bij mijn vrouw, bij Fleur. En die zei van... ja, weet je, als je dit wil doen... waarom zou je het niet doen?
En daar kon ik geen antwoord op geven. Nee. En dan is het ja. Ja, en dan mag je een kabinet gaan samenstellen. En dan kom je met deze prachtige mensen, mag je dit feest gaan vieren. Mag je dat helemaal zelf samenstellen? Of doen de mensen van de carnavalsvereniging? Ja. Nou, ik had er eentje, heb ik erbij. Dat is Gert-Jan. Die is vorig jaar adjudant geweest. Die ben bij ons 2 jaar adjudant. Dus Gert-Jan zit erbij. Ja, en Gert-Jan is echt onze Wikipedia van carnaval. Die weet alles. Die weet van echt de hoed en de rand. Er zit een heerlijke vent om erbij te hebben. Nou, dan heb je Wilgen, onze president, die ook een S-prins is. Die weet ook alles. En dan mag je op een gegeven moment gaan zoeken naar dames die je bij je mag hebben. En dan was je gauw klaar, denk ik. Hè? Nou, ik had 2 namen. Ja. En die zeiden allebei ja. Ja. Nou, durfden jullie nee te zeggen? Nee, toch? Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik helemaal niet wist wie de prins was. Oh, je dus ik heb ergens ja tegen gezegd. Het was een complete verrassing. Maar hoe leuk was het dat Rogier, die stond echt letterlijk bij mij voor de deur. En ik denk, oh yes, wat leuk. Ja. Echt super. Oh, nu snap ik ook wel waarom je het even moest overleggen met de thuisfront. Ja, dit mag wel raak worden. En maar kennen jullie elkaar al? Ja, zeker. Ja, okay. Het leuke is, Donna heb ik leren kennen omdat Donna ook een kartrekker is binnen Lent voor Oranje Lent. En ik mocht samen met Donna al wat mee helpen om van Koningsdag een hele mooie dag te maken. Ja, en Rogier ken ik eigenlijk al van 30 jaar geleden. Ook al. Dus we kennen elkaar heel erg lang. Nou ja, dan je wordt ouder, je kiest een beetje je eigen pad en dan kom je elkaar weer in Lent tegen. Ja, leuk. En hoe is dat, leuk, hè? Is dat om dan gevraagd te worden voor deze rol? Nou, super. Hey, Rogier, even nog een vraag, want je zei net dat je uit Nijmegen komt, 30 jaar lang Nijmegen gewoond. Ja. Waarom verhuis naar Lent in godsnaam? Nou, wij woonden. Ik vierde al jaren in carnaval in Nijmegen, maar ik heb heel lang in Malden gewoond. Toen ben ik mijn vrouw tegengekomen, letterlijk op het podium bij Center Parks. En toen hebben wij in Malden gewoond en we wilden heel graag naar Nijmegen toe. Maar Nijmegen is gewoon niet te betalen, dat is een algemeen feit. En toen reden wij op een gegeven moment door Lent heen. En toen dachten wij, jezus, is dit een leuk dorp. Fantastisch, ziet er mooi uit. En we hebben een heel mooi nieuwbouwhuis kunnen kopen. Bijna aan het water, dus we kijken bijna over het water heen in Lent. Ja, dat was fantastisch. En alle mensen uit Nijmegen, vooral de carnavalisten, en zeker een heleboel mensen die luisteren en kijken, die zeiden allemaal tegen mij, je gaat toch niet naar die andere kant van de Waal? Dat kan niet, joh. Dat is onmogelijk. Dichtbij Vitesse. Nou, je noemde de hele boel maar op. Dichtbij Vitesse. Maar ja, uiteindelijk weet je hoeveel van die carnavalisten er nu in Lent wonen. Ja, dat zijn er wel veel, hoor. Ik zie het iedere dag groeien en groeien. Ja, dus ja, fantastisch. Maar het is een heerlijk dorp. En je deed in Nijmegen ook al een carnaval? Ja, ik ben bij een heleboel verenigingen ben ik lid geweest. Ik ben nog steeds lid van de Sint-Stevens-Kruppers. Heb de afgelopen jaren mee mogen helpen aan Ga mee van Café in Café, wat maandag is in Nijmegen natuurlijk met de carnaval. Dus we hebben een heleboel mooie dingen al mogen doen. Eigen carnavalsvereniging gehad. Hij bestaat helaas niet meer, maar daar gaat volgens mij nog wel een keertje nieuw leven in geblazen worden. De Duvelse 13. Dus die gaat misschien ook nog wel een keertje terugkomen. Dus ja, het is... Wat is dat, de Duvelse 13? De Duvelse 13 is een vriendenclub van ons. 13 vrienden die als een duveltje uit een doosje kwamen binnen Nijmegen. En zo hebben wij een aantal jaren een eigen carnavalsvereniging gehad. Dan word je ouder, je gaat trouwen, je krijgt kinderen. Nou ja, dan wordt het wat lastiger allemaal. Dus we zijn daar even mee gestopt. Maar in mijn eigen onderscheiding staan nog steeds de Duvelsoortjes van de Duvelse 13. Dus okay. Die zit in het hart, zeker. Ja, en je bent nu verbonden aan het durstige Bloemke. Ja. Waar komt die naam vandaan? Misschien moet ik dat aan jou vragen of van jou vragen. Ja, Wilger, die gaat nog langer terug als ik. Maar wij waren natuurlijk vroeger een bloemendorp. Oh ja. De Bloemkes moesten... Veel kassen. Veel kassen. De meeste prinsen waren misschien ook wel allemaal kwekers. Ja, nou staan er denk ik nog 1 of 2 kassen. Zelfs de historische tuin staat al een beetje tussen de nieuwbouw in. Dus dat wordt allemaal minder. Maar daar komt het vandaan. Ja, de Bloemkes die doorstaan. En hoe lang bestaan jullie al? Dat wil ik wel. Uit 1962 bestaan wij. 62 opgeregeld. 1 februari. 1 februari. Oké, dat is dit jaar... Dit is jaar voor mij dat 63 jaar. 60 jaar. 61, ja, oké. 61 jaar. Hey, en is dat de enige carnavalsvereniging in Lent? Qua organisatie wel. Het zijn allemaal groepjes waar je Lent hebben. Net zoals wat Geert-Jan zei. We hebben vroeger allemaal kwekers gehad met grote kassen. En er werden gewoon als vriendengroepen weer een wagen gebouwd. En daar bestond Lent eigenlijk uit. Het voordeel van er was dat je wist waar de jongeren waren. Ze deden geen katten kwaad. Dus ze deden een wagenbouw vanaf november. Tot met de carnaval. En dat was gewoon leuk. En dat was een gezellig samen zijn. Ja, ik wil over die optocht wil ik het straks nog wel even hebben.
Even muziek draaien, want anders haken mensen af. Hè? Echt waar? Ja, ik heb jou geappt van de week, Rogier, over of er misschien Lentse carnavalsmuziek was. Dat was een beetje moeilijk. Hè? Maar toen kwam jij met iets van de prins op het biljart. Want ik weet dat je van de deel uitmaakt van de... Sta je vaak op het biljart? Nou, het is een beetje een gevleugelde uitspraak geworden. Dat wij zeggen, we moeten ons tot 11 over 11 moeten we ons een beetje gedragen. Maar om 11 over 11, dan mogen wij op het biljart. En dan gaan we volledig uit de panty en helemaal los. Dus toen was er een hele leuke vent. Arjen Steenbakker, zoals het goed is, kijkt hij. Die zei op de avond dat wij bekend werden gemaakt. Rogier, ik ga een nummer voor je schrijven. Ik moet een paar steekwoorden hebben. Daar kwam Prins op het biljart uit. En hij belt me de volgende dag en hij zegt, Rogier, hij is af. Kom je minder zingen? Oh, dus en hij heeft hem gemaakt. Dus je zingt het zelf? Ja, we hebben op de 11e van de 11e is hij geboren. En daar hebben we meteen in gezongen. Dus ja, één groot feest. Heerlijk. Ja, zullen we gewoon even draaien? Laat maar doen. Ja, doen we. I'm a train. Het is maar goed dat hij niet in Wolderwezen woont, die onderdaan bent. Ja. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, die huis. Hey, je had het over Vermeulen, dansschool Vermeulen. Daar heb je op leren dansen, op deze plaat? Ja, ik heb ik geloof bijna 12 of 14 jaar bij Dansen op Vermeulen gezeten. Daar ken ik Phyllis van. Oh. Gewerkt, gedanst. Wedstrijden zelfs nog gedanst. Ja, dat is wel 40 kilo geleden, maar dat was een hele leuke tijd. Nee, hartstikke leuk. Dit was een van de nummers waar wij een quickstep op deden. Yo, dus, heet dat quickstep? Ja, ik heb geen idee. Ik heb die leeftijd wel om dat te moeten weten, maar ik weet het echt niet. Nou, ik kan het je straks nog wel even leren als je tijd hebt, hoor. Leuk. Nee, dank je. Dat is niet nodig. Weet je, als je DJ wordt, dan doe je dat omdat je een hekel hebt aan dansen. Dat is het. Weet je dat? Ja, dat is echt zo. Nee, heel goed. En daar had ik een hekel aan. En dat vond Dol altijd vervelend. Dat ik er niks van kon. Hey, jij bent Rogier de Eerste. Waarom deze naam? Want ik zie op de site zie ik staan... Geert-Jan de Gangmaker, René de Toeteraar en MP de Gabbelaar. Ja. Heb jij geen bijnaam? Nou, hij is toch altijd in dit soort dorpen? Ja, zeker. Dus absoluut heb je daar een bijnaam voor. Maar vorig jaar hadden wij een geweldige prins en die heette Berry. Berry. Maar dat was Berry de Lentse Zanger. Toen zei ik tegen de jongens toen ze me vroegen. Ik zei, nou, het gras is wel lekker voor mijn voeten weggemaaid, hè, mannen. Dus dit is lekker geregeld. Ja, dan ga je op een gegeven moment de meest gekke namen. Kom je mee naar voren toe. En op een gegeven moment dachten we van, ja, weet je, waarom kan het niet gewoon Rogier ten Eerste zijn? Want weet je, ik ben Kees de Managers bij de Jantina's. Dan wordt het Prins Rogier de Manager en dergelijke. Ik denk, nou, weet je, Prins Rogier ten Eerste. Ze kennen me in Nijmegen goed. Dus weet je, in Lent kennen ze me ondertussen ook goed. Dus ik denk, dan doen we het gewoon zo. Lekker duidelijk. Hey, die Jantina's, nou kun je dus niet optreden. Vrijdagavond gaan de Jantina's optreden bij een zittingsavond in Weert. En dan ga je ook als prins? Of? Nee, ik kan er dus niet bij zijn. Want je kunt er niet bij? Oh. Nee, we hebben een fantastische eigen avond in de Spil in Lent. Dus mijn vrouw en Tom, de andere twee van de Jantina's, die gaan met z'n tweeën gaan ze eventjes de tent op stelte zetten in Buurt. In Buurt, oké. Hey, je vertelde me net dat je vandaag hartstikke druk bent. Vertel eens, wat heb je nog allemaal op het programma staan de komende dagen? Vandaag. Veel. Nee, we vandaag mogen natuurlijk lekker bij jou zijn. Hartstikke leuk. Straks gaan we nog langs wat sponsoren. Maar we gaan ook nog even bij wat mensen langs. De ouderen. Want weet je, carnaval is natuurlijk niet alleen maar bier drinken en gek doen. Er zit zeker een heel groot sociaal aspect zit eraan vast. En wij gaan nog bij wat mensen langs. Ik ga niet zeggen wie, want er zijn een aantal mensen die het nog niet weten. Maar we gaan... Ja, eentje weet het wel als het goed is. Oh, die weet het ook. Oh, ik zie net. Ik mag het nog niet vertellen. Maar we gaan ergens bij ons in het mooie Lente. We hebben het gelijk teruggefloten. Ja, we gaan party crashen vanmiddag. Nee, we gaan bij wat sponsoren langs. We gaan nog lekker even een hapje eten. Vanmiddag gaan we hele mooie foto's nog even maken bij de oversteek. Want die staat op mijn onderscheiding. En dat wilden we als kabinet nog graag dat gaan doen. Alleen dat kon niet. Want destijds, je gaat maar ergens gaan staan als prinsenkabinet. Als je nog niet bekend staat in de buurt van de oversteek een foto maken. Ja, dan kun je net zo goed een bordje op je hoofd plakken van ik ben een nieuwe prins. Dus dat kon niet. Dus dat gaan we vanmiddag doen. Op de oversteek? Op de oversteek. Weet ik niet of we dat voor elkaar krijgen. Want dan krijgen we denk ik bonje met de gemeente Nijmegen. Maar nee, we gaan in de buurt van de Vaasum gaan we mooie foto's soms maken. Soms moet je een grens overgaan, hè, toch? Ja, zeker. En je hebt zo'n mooie middenbaan. Nou, mannen zijn veilig boven alles, hè. Middenbaan. Grenzen kennen wij niet, John. Dat is ook wel wat ze zeggen, dat klopt. Oké, je moet altijd de grens overgaan. Ja, zeker. Dat bedoel ik. Carnaval is ook een beetje grens opzoeken. En soms er net een klein beetje overheen, maar dat je wel weer op veilige afstand weer terug kan stappen. Ja, precies. Dat bedoel ik ook. Hey, even de optocht, hè, die jullie gaan organiseren. Even, wie kan ik daarna vragen? Ja,
In Nijmegen is er een... Ik vind het echt zo'n belachelijk woord, maar goed. Een omgang, hè. Ik heb er vorig jaar naar zitten kijken. En toen dacht ik, wat is dit nou? Weet je, er rijdt één auto en daar zit een prins in en dat was het dan. Dat is in Lent anders. Ja, nog wel. Nog wel, ja, maar je valt onder de gemeente wel, Nijmegen. Onder de gemeente Nijmegen. Een van de eerste vragen die je bij wijze van spreken krijgt is... zijn de tractoren CO2 neutraal? Och, nou, tot op het moment van vandaag. En nogmaals, we hebben hele goede contacten met de gemeente. De optochtcommissie staat druk mee. Maar hij is nog niet rond. We hebben officieel nog niet rond. Nee, de politie heeft in eerste instantie een negatief advies gegeven. Omdat we zitten met de A325. Nu hebben wij ook in ons beroepsschrift, dat klinkt zo zwaar. Maar in onze reactie ook gezegd, wij komen niet op de A325. Wij laten de wagens vanuit Bemmel, Valburg omrijden via Bemmel. Dus wij komen niet op de A325. Dus we gaan ervan uit dat vandaag of morgen, ze zouden eind van de week reageren. Maar dat zal dan begin volgende week worden. Dat we een go krijgen. Dus de voorbereidingen zijn in volle gang. De aanmeldingen zijn. Dat wordt weer een gigantisch spektakel. En maar als het even advocaat van de duivel. Als het nou niet door mag gaan. Als je geen vergunning krijgt. Nu hebben wij een prinsenwagen dit jaar op de kop getikt. Waar een... hoe zeg je dat? Waar een kenteken op zit. Die ja, hij is heel erg weggekeurd. Ja, we zouden gewoon op en neer de Waalbrug kunnen rijden. Heen en terug. En stapvoets. En we doen niemand kwaad. Dus als ze dan echt zo bang zijn. Maar ik ga ervan uit. En nogmaals, de contacten zijn goed. En het liefst zou ik ook de... nee, dat doe ik niet. Nee, ja, iedereen doet zijn eigen job. We hebben goede contacten. Maar dat het op termijn ook als Nijmegen gaat worden, ik weet het niet. Het is inderdaad ook al lastig. Want wat we straks al zeiden, de kassen zijn weg. Dus ja, maar de hele Betuwe komt. Het is gewoon een daarna, als je een na-optochtbal doet... Ja, dat is heel moeilijk organiseren voor de mensen die dat weer investeren zonder optocht. Dus ja, dat is alles valt of staat in elkaar. Dus ja. We gaan ervan uit dat het goed komt. Hey, en is het een gemis dan, die kassen, in verband met die optocht? Want daar werden de meeste wagens gebouwd. Ja, precies. Ja. Dus dat is, tegenwoordig zie je wel, Google maar eens carnavalswagen kopen of huren. Dat is gigantisch. Dus je kunt er ook gewoon eentje in Limburg. Er zijn bedrijven, die hebben er 50, 60 staan. Zoek er maar één uit, die komen voorrijden. Die doen het rondje en die gaan weer naar huis. Dus er zijn wat mogelijkheden, dat gebeurt ook. Er zijn ook wagens gekocht. Sterker nog, we hebben als carnavalsvereniging met andere verenigingen in Lent geboden op dezelfde wagen. Ja, dat was een lekker tegen elkaar op. Lekker verhaal. Ja, we hebben niet gewonnen, maar volgens mij mogen we hem volgend jaar wel gebruiken. Dus wat dat betreft komt dat dan ook. Ja, dat tegen elkaar ombieden, dat moeten we niet meer doen. Dat kost te veel geld. Dat zou ik ook niet doen. Hey, en als het doorgaat, ik ga ervan uit dat het doorgaat, met hoeveel wagens rijden? Ja, dan ga je toch weer gauw richting vorig jaar. Dan kom je op een kleine 30. Ja. We zitten op dit moment volgens mij al bijna op 20. En er komen altijd op het laatste moment komen er nog mensen zeggen, hey, het is mooi weer. En we hebben heel veel loopgroepen, dus het belooft weer een mooi spektakel te worden. Dus. Ja. En vind je dan niet jammer dat je niet met die wagens naar Nijmegen kan? Ja, vroeger gingen we natuurlijk altijd naar Nijmegen. Ja. En tegenwoordig, maar dat is dan ook, wij waren heel veel in Nijmegen, omdat we zijn onderdeel van Knotsenburg. En ja, nu is het ook leuk om naar Oostrouw te gaan. Ja. En we hebben Lent, ik wil niet zeggen dat Dusty Bloemke bijna dood was, maar daar komt het wel op neer. En nu zijn we van één dag, vrijdagavond wordt er een gigantisch feest gewoon in het spel. Met een aantal investeerders die dat op zich genomen hebben. Zaterdag is na optochtbal. En zondag is er zelfs met de kroegen afspraken. Waar onder andere donderdag vanuit het kabinet heel erg druk mee geweest. Is er een kroegentocht in Lent. Dus we zijn van één dag, van bijna dood, één dag. Naar drie dagen carnaval gegaan. Jeugdkabinet, waar je net al zei. Ja, we hebben de wind in de zeilen. Dus dan zou het jammer zijn als de gemeente daar niet meer zou willen werken. Ja, en twee kindermiddagen ook nog bij. Het is volle bak in Lent. Ja, volle bak. Goed, ik ga even een carnavalsplaatje draaien. Kom ook uit Nijmegen trouwens, hè? Broeders Knip in Kezen. Jazeker. Ja. Zullen we ze draaien? Ja. Volgens mij zijn hot ze vlot. Ze hebben mij nog een keer de muren staan stukken, dus ik ken ze goed. Positieve zin. Of zeker weten, even, zeker weten. Ja, ja, ik moet ook nog iets gestuukt hebben. Dus, Nou, ik zou ze even bellen. Positief. Dus Knipping, de Gebroeders Knipping. En die doet er ook al. Ja, er is nog iemand die er mee doet. Brukkers. Nou, maak ook geen fluit. Slagenbroeders. Ja, dan maak ook geen flauw saus. Dit is de Polonaise Hotse Vlaat. Zo, we kunnen altijd weer in, hè? Lekker. Zeker. Lekker. Hey, Rogier, even nog over dat pak van jou, hè? Ja. Je ziet er keurig netjes uit. Moet je dat nou kopen of wordt dat gemaakt door de dames? Of hoe werkt dat? Nee, niet door de dames. Nee, hij wordt door de vereniging wordt hij verstrikt. Ze denken dat ze hem ook terugkrijgen na het jaar, maar dan kunnen ze hem wel vergeten.
Nee, je krijgt een hele mooie prinsenpak krijg je van de vereniging. Met steek en veren en alles daarbij. Ja, het enige wat je zelf moet aanschaffen. En het is wat lastiger te zien. Het is een hele mooie majo. Dus ja, als je een aantal jaar geleden tegen mij had gezegd, jij loopt met de carnaval nog een keer een majo rond, dan had ik gezegd, ja, jij bent niet goed. Maar het is wel lekker, want het is warm. En de majo is eigenlijk gewoon een beetje de koeling. Dus dat is wel is dat fijn. Zo, ja, zeker. Hey, en de dames, jullie kostuums, die maken jullie wel zelf? Ja. Ja? Ja. Nou, en wij hebben gewoon heel veel voorpret gehad. Wij mogen het dus zelf weten, wat we aantrekken. We wisten wel dat we heel veel op pad zouden gaan. Dus we dachten, ja, één jurk, is dat voldoende? Nee. Laten we er voor 5 gaan. Dus we passen onze kleuren een beetje aan. Dus als we naar het Goffertstadion gaan en we gaan bij NEC, dan zijn we in het rood-zwart-groen. Hebben we onze groene jurk aan. Zo passen we het een beetje aan naar waar we zijn. Worden jullie ook uitgenodigd, trouwens, wat hoor ik jou zeggen? In Nijmegen, want de waterjokers, NEC, daar zijn jullie ook altijd bij. Ja, zeker. Ja, en Brakkestein heeft een mooie prinses. Prinses Natasja. Ja. En zij is helemaal in het blauw, dus dan passen we ons daar weer op aan. Maar nee, zeker. Gaan we de brug over. Maar dat ziet er wel mooi. En heb je al die 5 jurken zelf gemaakt? Nee, ja, zelf gekocht. maar dat is ook zelf. Hoe kan ik erin? Hoe trap ik erin? Door die gemaakt te stellen. Nee, we hoeven niks terug te brengen, te geven. Dus wij hebben voor de aankomende 10 jaar... Heb je genoeg voor carnaval? Ja. Ja. En ga je daar dan mee carnaval vieren als je geen dame bent? Ja, je bent altijd een dame natuurlijk, maar verbonden aan de prins. Ja, we hebben wel jurken gekozen waar je makkelijk in kunt bewegen. Dus ja. Die zijn flexibel. Ja, oké. Okay. En het moet ook een beetje luchtig zijn, hè? Want wat jij al zegt, Rogier, het is altijd warm in de zaal. Oké, wat gaan jullie vanmiddag allemaal doen? Oh, dat heb ik al gevraagd trouwens. Misschien nog een klein stukje over de zondag? Oh ja, het programma. Het programma. Het programma even hebben. Reclame maken voor het programma. Ja. Volgende toch, ja. We hebben op zondag in Nijmegen, het is heel erg leuk, Waalzicht. Daar zitten ontzettende enthousiaste ondernemers in. En zij hebben zelfstandig het Oude Kindbal georganiseerd. En als je dan met een heel enthousiast kabinet met enthousiaste ondernemers om tafel zit, dan heb je dus binnen no time een kroegentocht in Lent. En dan zie je dat eigenlijk alle ondernemers van Lent super enthousiast zijn. Dus wij gaan in een parade voorop. En we beginnen op zondag om 3:11 bij Café Waalzicht. En dan gaan we naar Stroom. Van Stroom gaan we naar Café Eten en Drinken. Van Eten en Drinken gaan we via de kipperij in het nieuwe gedeelte van Lent. Zij zetten de pui open en draaien carnavalsmuziek. Kunnen we een kippetje eten. En van daaruit gaan we naar Sound & Soul om af te sluiten. Goh, ik hoor een heleboel kroegen en restaurants voorbij komen. Is Lent inmiddels zo gegroeid dan? Zeker, zeker. Ja. Ja, het wordt steeds groter. Ja, het wordt steeds groter. Komen er dan ook meer kroegen bij? Ja, dat hopen we. Dat hopen jullie. Bij deze aanvraag, hoor. Als de mensen zijn die kroeg willen open in Lent, lijkt ons hartstikke leuk. Ja. Hey, maar waar bestaat het programma nog meer uit? Want vrijdag heb ik gelezen, een kindermiddag. Waar is dat dan? In de spil? In de spillenstad. In de spil. Want, ja. Als Lentenaar weet je waar de spil is. Ja, het is eigenlijk dus de oude sporthal die wij hebben in Lent. Dan hebben wij eigenlijk vanaf al een jaar 15, 16 doen we dan eigenlijk al de kindermiddag. Doen we speciaal omdat ook heel veel kinderen komen. En waarom dan op de vrijdag en waarom niet op de zaterdag bijvoorbeeld? Nou, wij hebben eigenlijk de kindermiddag is eerst eigenlijk op dinsdag geweest. En dat was eerst een open hof. Nou, er kwamen ongeveer, Lent was vroeger niet zo groot, dus er kwamen ongeveer 40 kinderen. En dat werd een beetje uitgegroeid, want we deden ook daar de prijsuitreiking voor de optocht. Want onze optocht lopen ook kinderen mee. Die bouwen iets zelf of die lopen als een loopgroepje mee, dus je krijgt ook punten. Dus die werd het dinsdagmiddag gedaan. Alleen, Lent werd toch een beetje groter. En nou blijkt dat we op de vrijdagmiddag ongeveer bijna 400 kinderen hebben in de sporthal. Zo. We zijn ook van 1 school naar 6 scholen gegaan. Ja. Dus 's morgens doen we de scholen, 's middags de kinderen. Ja, dat is te gek. Kijk, je gaat ook nog langs op de scholen. Ja, dus 6 scholen. Ik was 21 jaar geleden ben ik prins geweest. Ik was toen prins. En toen hadden wij maar 2 scholen. En daar had je dus, daar kon je dus, de ene school ging om 9 uur naartoe tot 10:00. En bij de andere school ging je om 11:00 tot 12:00, zeg maar. Maar nou is het gewoon passen. Het is echt op de seconde van, nou moeten we gaan, want anders redden we het volgende programma niet. Nee. En wie houdt die tijd in de gaten? Dat doen we eigenlijk, proberen we dat met z'n allen. Maar ik probeer wel een beetje met de stok te slaan, want nou moeten we echt gaan. Ik wou zeggen, wij doen en als het aan hun ligt, dan blijven we maar bij één school.
En wat gebeurt er dan op zo'n school? Gaan die kinderen dan in Polonaise? Meestal heeft een school wel een prins of een prinses. Dus dan is het elkaar... Leuk. Onderscheidingen, Polonaise, bakje koffie, nog een Polonaise. En dan inderdaad weer weg. En dan is de jeugdprins er ook bij, neem ik aan. Jeugdprinses, hè? Jonas en Linde. Dus ik weet niet of ze kijken, maar ja, we gaan er een feestje maken. Superleuk jeugdkabinet. Vorig jaar helaas niet gehad. Dit jaar zijn we alweer een heuse raad van 11 hebben we erbij. Een jeugdraad. Dus Lent wordt steeds groter. Want heeft Lent de toekomst, zeg maar, qua carnaval? Die optocht blijft... Maar goed, dat is niet alleen in Nijmegen. Die optocht, dan weet je niet wat ermee gaat gebeuren. Nee. Maar de toekomst... wij willen niks zijn van Oudland. Dat is meer Nieuwland. Dat is import, hè? Er is zo'n scheiding zit hier. Er is zo'n scheiding hier zo. Maar ik kan wel even aan de goede kant staan dan. Kan even je kan nog verder, hè? Daar bedoel ik helemaal niks mee. Maar probeer de nieuwe lentenaar er maar eens bij te betrekken. En dan kun je met een aantal slimme dingen doen. Wij doen bijvoorbeeld de onthulling vaak bij DVWL. Dat is super dat DVWL dat beschikbaar stelt. Alleen een nieuw lentenaar zou denken... dus er komt een nieuwe prins binnen de voetbalvereniging. En dat is niet zo. Dus wij moeten ook meer naar buiten toe. We moeten meer openstaan. We moeten misschien eens een keer ergens anders organiseren. En alle respect voor de mensen die nu het jeugdkabinet trekken. Dat zijn bijna allemaal nieuwe lentenaren. En dat is hartstikke mooi. En dan zie je dus dat je dus van een paar mensen... in één keer ik denk dat we nou met een clubje van een man of 50 staan... die kar al trekken. Dus dat gaat de goede kant op. En dan hebben wij zeker toekomst. Ja. Ik denk ik zeg altijd maar, als het er niet meer is... dan kom je er pas achter. Hè? Het hele jaar is daar niet meer mee bezig. Maar als er zaterdagmiddag in Lent met de carnaval... dat de spil dicht zit en dat er niks te doen is... dan pas zie je de impact. Ja, maar je moet er gewoon een slogan aan hangen. Dat moet gewoon iets worden van heel Lent in een tent. Het is heel makkelijk. Ja, en gewoon lekker een andere slogan. Hier. Wat zeg je? Je hebt een andere slogan. Ja. Niet nuilen, maar kwaken. Ja. Nimbix, hè? Lekker, ja. Hey, het programma nog verder. Zondagmiddag. De zaterdag is natuurlijk optocht na optochtbal. Ook daar moeten we s'avonds nog even naar Nijmegen. We willen nog even naar Oosterhout. We bezoeken natuurlijk... en ik heb het altijd... We gaan naar Huizen Sint-Josef en naar... Huizen Rosa. Campanula. Campanula ook nog. Is dat allemaal een Lent? Ja, Campanula. Ja. Daar zitten de mensen met dementie. Oh, oké. En drie etages. Ja, super gaaf om te doen. Huizen Sint-Josef een aantal jaren niet geweest. Gaan we nu wel naartoe. Want we gaan overal... We doen ook de sociale avond met de blauwe schuit bij Villa Rosa. Ja, dan moet je ook een Lent naar de bejaardenhuizen gaan. En er is niks leuker. Ook dan met... Met alle respect voor ons als kabinet. Maar als je met een jeugdprins en jeugdprinses en kinderen in de Raad van 11 een bejaardenhuis binnentrekt. Hartstikke. Dat is top. Ja, dat is echt top. Ja. Ja. Ja, je brengt carnaval aan mensen die geen carnaval meer kunnen vieren. Daar zijn ze je super dankbaar voor. En dat is echt heel mooi. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Hey, dat was de zondag. Ja, ik heb de vrijdag nog, John. De vrijdag nog. Ja, want we zijn maar over de vrijdagmiddag, over de kindermiddag. Maar ja, kinderen worden ook ouder natuurlijk. Hè. Dus we hebben dus ook in Lent een soort, niet een soort tienerbal, maar vanaf je 16e. Kan je naar de speel, s'avonds, vanaf voor mij 8 uur, dacht ik. En daar komen twee superartiesten. Ik mag er eigenlijk niet veel over vertellen, want dat is eigenlijk de clue. Amir, zeg je dan wat? Of Anmar. Of Anmar. Anmar, komt. Ik ben niet gevraagd trouwens. Nee. En DJ Fest van de Roze Flamingo, die komt een show doen bij ons. Dus wij proberen daar toch heel veel jeugd binnen te krijgen. Dat doen we. En de jeugd heeft de toekomst, hè? Zeggen ze altijd. Ja, daarom die vraag, hè? Hey, dat is de vrijdag. Zaterdag hebben we het al over gehad. Of nog niet helemaal. Nee, wat is er s'avonds? Ja, s'avonds is natuurlijk na optochtbal. Tot de kleine uurtjes, totdat het gezellig is. En dan beginnen we natuurlijk zondagmorgen met... het is een Rooms-Katholiek feest. Dus we gaan naar de kerk. Dat zal een lange mis worden, want de prins moet daar zijn zonde over denken. Dus dat is al lekker. Ik moet mijn munten nog kwijt dan in de kerk. En dan gaan we daarna gaan we de hele dag op pad. En we eindigen onder andere op de bruiloft bij de Platte Knip. Waar Natasja de prinses gaat trouwen. Nou ja, en dan zondag. Dat is de zondag waar we een beetje beschreven. En dan gaan maandag hebben we de hele dag in Nijmegen. En dinsdag eigenlijk ook boerenbruiloft. Ja. Onze dinsdag. Ja. Dus ik heb ook tegen zijn vrouw gezegd toen we hem gevraagd hebben. We halen hem donderdagmiddag op. We beginnen trouwens 's avonds in Beuningen. Ja. Opening van bij de plekkers. Ik haal hem donderdagmiddag op en we brengen hem woensdagmorgen weer terug. En Fleur zei dat is prima. Dus, kan ik een pak daarna wel recht op in de hoek zetten? Laat maar gaan. Hey, maar ik hoor toch Nijmegen, Beuningen. Maar blijf je dan niet als carnavalsvereniging in Lent?
Nou, er zijn natuurlijk maar in principe zijn dat twee echte avonden en dagen in Lent. En natuurlijk de kroegentocht op zondag erbij, niet te vergeten. Maar daarna is het helaas in Lent, houd het dan op. Dat is iets waar we echt in de toekomst zeker voor gaan willen gaan knokken. Dat we ook meer daar kunnen gaan doen. Maar we willen ook graag in de kroegentocht bij Nijmegen willen we aansluiten. Van ga mee van café naar café. Er is natuurlijk een heel mooi Boeroe Bruiloftspaar. Waar we die dinsdagmorgen in de onecht verbonden worden. Ja, dat is ook echt. Dat zijn hele mooie tradities. Die we uiteindelijk ook graag weer richting Lent willen halen. Dus ja, dat zijn tweeënhalve dag in Lent. En daarna gaan we lekker in de omgeving gaan mee. Oké. Nee, maar je maakt ook deel uit van de federatie Knotsenburg. Ja, klopt. Federatie. Okay. Klopt. De federatie. Oké. Okay. John, hoe bedoel je nou? Lachend. Ja. Ja. wij zijn gewoon één, hoor. Wij zeggen dat we gewoon één zijn. Het klinkt zo goed. Het klinkt zo goed. Ja. Het is juist leuk om naar andere... Wat zeg je, schat? Nou, ik heb daarvan genoten. Wij zijn natuurlijk vanaf 11 al bezig. En ik heb genoten van alle dorpen die we hebben bezocht. In Oosterhout en nou, in Groesbeek wordt daar zo feest gevierd. Ja. Daar zijn een tweeling die prins is. Klopt, die zijn identiek. Ja. Het is fantastisch om daar te zijn en nieuwe mensen te leren kennen en te ontmoeten. Malden. Nou ja, we zijn heel veel plekken geweest al. En, dus ja, we verbinden denk ik echt. En wat je zei over dat wil ik nog wel even aanhaken. De jeugd heeft de toekomst, daar geloven wij echt in. En we zien in Nieuwland. En Nieuwland zijn ook allemaal mensen die er al 20 jaar wonen. Hè? Maar dat zij eigenlijk nog weer naar huis gaan, naar Limburg, om carnaval te vieren. Ja, ja. En wat wij eigenlijk proberen te doen met de kinderen, om die enthousiast te maken dat zij straks tegen papa en mama zeggen, wij willen niet meer naar opa en oma of in Limburg carnaval vieren. Kunnen we alsjeblieft in Lent blijven? Dat eerste moet natuurlijk wel blijven. Hè? Ja, niet meer tijdens carnaval. Goed, hey, gelet op de tijd, want jij moet weg. Hè? Jullie hebben een heel druk programma vandaag. Ja. Wat voeg jij nog toe aan carnaval? Even wat is jouw erfenis straks? Oh, nou, ik denk dat het beter aan die mannen. Of is het onze ergernis? Nee, weet je, het enige wat wij willen doen is, wij komen de feestvreugde te vergroten. We hoeven niet altijd de voorgrond te staan, maar we houden van een feestje. Er wordt al gelachen hier naast me. Maar nee, wij komen voor het feestje. Waar we ook zijn, of we nou in een dorp of in een stad zijn, het maakt niet uit. Maar wij komen voor het feestje en dat willen we graag uitdragen. Oké, dat gezegd, Emmerde. Dankjewel dat jullie hier wilden zijn. Ja, dankjewel. Tenzij jullie nog wat kwijt willen. Ja, zeker. Oh, ja, we zijn uitgenodigd natuurlijk. En ja, wat is het mooiste om u een mooi cadeau te geven? Ja, zeker. Als het heel mooi cadeau is, dan moeten we altijd u praten tegen u. Ja. Dus nee, ik wil je heel graag, John, voor de tijd die je voor ons even beschikbaar hebt gesteld, dat we dit mogen doen. Superleuk. Ik weet niet of we de camera zo kunnen zetten dat jij ook goed in beeld bent. Maar ik wil jou heel graag mijn prins onderschrijven hangen. Dan moet je even deze kant uitkomen. Ja, ik kom naar je toe lopen. Dat is misschien net het handige, want dan kan ik even de zaak nog in de gaten houden. Ja. Hey, leuk! Leuk. Ja, ik ben er stil van, want ik word niet zo vaak onderscheiden. Ja, ze staan ook op marktplaatsen. De op vind dit kan ook. Ja, dan moet ik even mijn koptelefoon afdoen, want anders keer er niet bij. Kijk eens, jongen. Kijk, dankjewel, man. Hey. Goed, John, nog even één vraag. Het is wel, dan heb je hem om, hè? Maar als we jou nou tegenkomen en je hebt hem niet om. Wat dan? Dan is het, wij zijn met z'n vijven. Dus het is gewoon trakteren dan natuurlijk. Oké, nee, ja, dat is prima, dat gaan we doen. Maar je bij deze afgesproken. Hey, dankjewel, heel veel succes, heel veel plezier de komende dagen. Dankjewel. En volgend jaar weer. Ja, ja, super. Wij zijn er graag. Ja, maar dan ben jij er niet weer bij. Ik kom wel hoor, gezellig. Ja, dat is zo jammer. En de volgende keer een appelflap erbij. Hè? Ja, helemaal goed. Nou, wij zeggen gewoon, John. Hey, succes hè. Ik draai nog even een plaatje voor je. Is wel een Nijmeegs plaatje trouwens. Ken je de, hoe heet die gast ook weer? Even kijken. Het Feestcafé. Ja, zeker. Ja. En of. Daar zit een ex-Jantina in. René Jansen, dus laat maar komen jongen. Heerlijk. Ja, dit is mijn stad. Is dat goed? Heerlijk, dank je wel. Heerlijk hè. Gaat die komen. Top. Dankjewel, John. Yo, graag gedaan. Jullie ook bedankt, hè? John, bedankt. Yo.